Het is allemaal wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Een vriendelijke, rustige jongen en heel aardig en ja, een goede gast eigenlijk. Is het dan toch voor jou niet af en toe nog wennen van, goh, ik slaap op de kamer met de tourwinnaar? Een beetje wel, maar na een nachtje valt dat ook wel mee. Dan zie je ook gewoon dat hij naar het toilet moet en zo. En ja, nee, ja, weet je wat het is? Je bent gewoon ploeggenoten en nou is Chris het en de volgende koers weer iemand anders. Maar het is wel mooi om met zo iemand samen te kunnen werken. Want samenwerken in Team Sky betekent dat je deel uitmaakt van een geoliede machine waar de hele wielerwereld de vingers bij aflikt. Aan Wout Poels uit Bitterswijk bleek deze Dauphiné een hele belangrijke schakel in de ploeg. Dat is belangrijk voor hem. Maar Wout Poels kijkt ook al verder. Het is heel mooi om hier onderdeel van uit te maken en dat het zo allemaal gaat. En, nou, ik heb nu wel zelf wat ambitie om in de grote ronde top 10 te gaan rijden. En ik denk dat dit een hele goede opstap is om te kijken hoe Chris het doet, hoe Team Sky het doet. En hopelijk kan ik dan volgend jaar of jaar erop een keer voor mijn eigen kans gaan. Is het dan niet in de Tour, maar wel in de veld of in de Giro. Maar de komende weken gaat Poels alles op alles zetten om Utrecht te halen. Ja, inderdaad. Dat is nou het belangrijkste. En hopelijk mag ik mee en vinden ze me goed genoeg en ben ik van waarde voor de ploeg. Normaal, Wouter. En wie weet slaapt hij vanaf Utrecht weer elke avond naast tourfavoriet Chris Froome.